De diverse vakbonden hebben vandaag wederom een petitie aangeboden aan de directeur van het kabinet van de president. Hierin staan een vijftal punten die vakorganisaties gerealiseerd wensen te zien. Eén daarvan is het terugdraaien van de 10% BTW op brandstof. Tijdens een gisteren gehouden gezamenlijke bijeenkomst van de vakbonden hebben de leden aangegeven het niet eens te zijn met een aantal zaken opgenomen in het voorstel van de regering. Overwegen dan 1. Dat zoals vervat in de motie van woensdag 8 november door de leden van de gezamenlijke vakbonden was besloten dat de gezamenlijke vakbonden van de regering eisen dat de uitvoering van de gewijzigde wet belasting van de, over de toegevoegde waarde, voornamelijk heffing op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen, onmiddellijk stopzet en terugdraait en de belastingsgeven op een aanvaardbaar niveau opstelt. Dat de gezamenlijke vakbonden per onmiddellijke vakbondsmiddelen inzetten om de stopzetting en het terugdraaien van de uitvoering van de BTW-wet en de aanpassing van de belastingsgeven naar een aanvaardbaar niveau af te dwingen. Dat de inzet van deze vakbondsmiddelen niet ophoudt, zolang niet is voldaan aan de eis van stopzetting en terugdraaiing van de uitvoering van die BTW-wet en de wijziging van die belastingsgeven. Ajay Munsi, directeur van het kabinet van de president, heeft de petitie in ontvangst genomen en heeft beloofd dit door te geleiden naar de president. De president is vanmorgen vertrokken naar Barbados, waar vandaan hij naar Saoedi-Arabië zal vertrekken voor een CARICOM-top die gehouden wordt op 16 en 17 november in Riyadh. Het staatshoofd is van mening dat zijn aanwezigheid in Saoedi-Arabië noodzakelijk is. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn afwezigheid continu op de hoogte zal worden gehouden van de ontwikkelingen en indien noodzakelijk ook direct via virtuele platforms in contact kan zijn met de georganiseerde vakbond, maar ook met de cluster van ministers die zijn gemandateerd om gesprekken te voeren met de vakbonden. Politiebond woordvoerder Rivelino Eijk heeft de leden voorgehouden dat de acties niet opgeschort worden. Ze krijgen instructies via hun vakbondsleiders wat de volgende stappen zullen zijn.